En een hele goede morgen. Het is vandaag maandag en ik ga weer naar school. En mama die gaat... Wat ga je doen, mam? Sporten. Boodschappen doen. Ja, maar wat kan ik doen? Met jou. Nou. En naar turnen met jou. Enzovoorts. Hallo, goedemorgen. Alvast even een kleine update van deze ochtend. En het is dus maandag. En afgelopen vrijdag had ik dus die bloeding. Die is dus niet doorgezet. Dus ik ben nog steeds niet ongesteld geweest. En het is nu dus echt dag 1 dat ik echt over tijd ben. Maar die ovulatie die kwam ook heel laat. Dus misschien dat het nog steeds kan komen. Ik heb ook nog niet getest, want ja, het is nog zo... Dus eerst maar gewoon even afwachten. Mocht ik woensdag nog steeds niet ongesteld zijn geworden, dan gaan we het woensdag testen. Dus het is zo spannend. Woensdag gaan we het vieren met Bos als het komt. Als het waar is, dan gaan we uit eten, ja. En als het niet waar is, dan gaan we naar de kermis. Dus, want dan heb je geen babytje in je buik. Ja, dan hebben we ook wat vieren. Dan wordt het misselijk. Anders gaat het kot in je buik. Oké, ik hoop dat jullie me verstaan door de harde muziek heen. Maar ik neem dus vandaag even mijn hele sportroutine op voor jullie in deze vlog. Ik dacht het is ook wel eens leuk om even helemaal te delen mijn sportroutine van vandaag. Zoals altijd train ik heel veel benen en billen. Dat vind ik altijd heel fijn omdat ik dan het meeste effect heb wat ik zelf wil. En daar haal je ook eigenlijk het meeste uit vind ik. Maar ik neem ook nog even een workout op voor schouderarmen. Dus die komt nog even apart op mijn YouTube kanaal. Ik zal hier even een linkje zetten mocht die online komen. En wat ik nog bij wilde vertellen. Ik doe een beetje een ander soort workout vandaag omdat ik al langer dan 6 weken een beetje in hetzelfde schema zat. Dus nu doe ik weer even een beetje een ander schemaatje. Maar wel een beetje met beperken. Want ik weet natuurlijk niet hoe het zit met het zwanger zijn. Dus sommige zware dingen doe ik niet te veel. Weet ik niet, het voelt toch niet helemaal prettig om dat te doen. Dus daar heb ik toch wel een beetje rekening mee. Ik weet niet waarom, maar ach ja. Nou, daar gaan we dan. Ik ga jullie een paar oefeningen laten zien. Oh ja, en in de beschrijving onder in de video zet ik nog even de hele workout met een aantal herhalingen. Als jullie echt de workout willen meedoen, is het wel leuk als jullie dat ook even kunnen terugvinden. Maar het scheelt mij een hele hoop editwerk dat ik het niet in het filmpje zelf moet zetten. Zo, lekker hè, zo'n lege kleedkamer. Wel heel erg jammer dat ik hier nu waarschijnlijk voor het laatst ben. Voorlopig dan. Omdat mijn abonnement vanwege de samenwerking die ik had met Fit for Free, die loopt af. Dus ik heb een halfjaartje hier mogen trainen en het was echt heerlijk. Wat is dit een fijne sportschool. Het is zo rustig en zo groot en zo fijn. Echt heerlijk. Maar even los van dat, over de workout. Superleuk als je mijn routine wilt meedoen. Ik vond hem echt super heftig. Dus wanneer je niet zoveel gewend bent, doe niet met gewichten, maar gewoon lekker zonder gewichten. Maar hij is echt top. Ik ben helemaal kapot in ieder geval. En normaal zou ik ook op het einde nog wat meer
stretches doen en zo. Maar vanavond ga ik ook nog naar yoga. Dus dat vind ik even niet zo nodig. Maar dat zou ik wel zeker achter de routine nog even aandoen normaal. Dat je het weet. Dus, nou, ik ga nu lekker naar huis. Even douchen. Want ik ben echt heel, heel, heel erg bezweet. Oh, jongens, ik had laatst deze gekregen. En ik dacht, dit is top voor nu. Voor na het trainen. Maar ik maak hem open. Hij is lekker. Wow, dat moest ik gewoon echt even laten zien. Terwijl mijn camera leeg is, maar toch even met mijn telefoon filmen, want... hij is vet lekker. Vandaag is Jola echt alleen naar de supermarkt gegaan. Kijk, eieren en... Ja, helemaal top. Helemaal heel gebleven ook. Trots op jezelf? Ja. Lekker aan het fietsen. Naar de... Altijd hetzelfde hier. Jola heeft nu gelezen Floor is Smore. Wat was de eerste ook weer? Floor denkt door en Floor is Smore. En Floor denkt door, Floor is Smore en de regels van Floor. En nu heb je Floor trekt door. Floor trekt door. Floor regelt een feestje. En Floor schrijft strafregels. Echt, dit vind Mama, ik echt een heel leuk kleed. Ik hou deze even apart. Tegenwoordig kan je dit leren in een bibliotheek. Je staat nog helemaal niet op de vlog vandaag. Oh my god, vreselijk. Ja, verschrikkelijk saai. Jola wil een spinner. Fidget spinner? Extreme fidget spinner. Ja, dat is. Maar die zijn dan duurder dan 10. Nog duurder dan 10. Ja, omdat het een extreme. Een extreme. Oh, met lichtjes. Die zijn. €3,99. Dus wat? €4. Yes, ik ga naar yoga. En daarna ben ik er echt heel erg klaar mee en ga ik morgen gewoon lekker rustig aandoen. Qua beweging dan en qua sporten. Want met al dat gefiets van vandaag en gesport van vanochtend en nu ook nog nu yoga, realiseer ik me echt dat ik echt alleen maar aan het bewegen ben geweest de hele dag. Ik heb niet achter de computer gezeten. Ik heb geen moment stil gezeten eigenlijk. Dus... dat ga ik morgen wel even doen. Zo, terug van yoga. Nog even gedag zeggen tegen jullie. Een lekker choco tofje erbij. Kennen jullie deze trouwens? Die, is echt, die zijn echt zo lekker. Die oh, had ik slecht, vroeger schat. Echt heel veel. Maar die ga ik nu gewoon eten. Erg jij dit. En we gaan Designated Survivor kijken. En Bart gaat dit eten. En nou, dat was het voor vandaag. Dus dankjewel voor het kijken. En tot morgen! En niet vergeten te abonneren, want dat is gratis. Doei! Doei.